Wat kan het leven toch leuk zijn? Heerlijke zon, prachtige omgeving en pure topsport. Want hier in de bossen van Putten raast eventingruiter Tim Lips over de uitgestrekte prairie. Tenminste, daar ga je bijna overdag dromen als je hier staat. Voor het eerst sinds de Olympische Spelen in Hongkong traint hij dus weer het onderdeel cross. En dat viel hem niet tegen. Terwijl we een beetje afwachten voor de paarden is weer een beetje nieuw. En ze hebben het heel de winter eigenlijk niet gedaan. Ja. En dan is het toch wel echt een... Dit is van Schijnels Oola. Mm-hmm. En die heeft de eerste wedstrijd is over 2 weken in Fontainebleau. Dat is echt een hele zware wedstrijd. En dan geeft dit wel echt een super gevoel. Ik ga met veel vertrouwen ga ik daar naartoe. Dus dat... Ik ben er eigenlijk wel heel erg tevreden over vandaag. Wat heb je precies gedaan, deze training? We hebben gewoon normaal losgewerkt, hoe we dat ook voor de cross doen. Mm-hmm. En daarna hebben we een klein crossje gereden. Eigenlijk een beetje de helft of een derde van wat het normaal is. Van eventing, is dit dan ook je favoriete onderdeel? Jawel. Daarom doen we het. Het is niet omdat... Kijk, dressuur en springen vind ik ook wel leuk. Maar dan was ik wel gaan dressuren of gaan springen. En we doen dit echt omdat het... omdat we dit... Ja, hier gaat het eigenlijk om. Ook alles is een paard dat ik juist eerder een beetje moet afremmen. Omdat hij zo gretig is. Maar die deed vandaag eigenlijk perfect. Die was eigenlijk minder gretig dan ik eigenlijk verwacht had. En deze die... heeft af en toe wel aanmoediging nodig. En dat komt eigenlijk ook omdat Carlos, die heb ik al een paar keer, net als op de Olympische Spelen of in Aken, echt het uiterste moeten vragen. Dus dan weten ze wat dat is. En met dit paard heb ik dat eigenlijk nog niet echt gedaan. En dat is eigenlijk de bedoeling voor het komend seizoen.